Deze tunnelbak weegt miljoenen kilo's en wordt millimeter voor millimeter onder de A2 bij Eindhoven geschoven. Het plaatsen van de tunnelbak gebeurt met speciale machines die worden aangestuurd met een joystick. In totaal werken er 200 man aan de klus die pas in de zomer van 2023 helemaal klaar is. Er moeten ook nog op- en afritten worden gemaakt. De tunnelbak verbindt straks de noordkant met de westkant van Eindhoven.